Dames en heren, Lodewijk Asscher. Dankjewel. Dankjewel, Jurgen. Wat super, super mooi om jullie allemaal te zien. En wat zijn jullie met veel? Ja. Lijkt wel alsof er uit allerlei hoeken en gaten meer mensen hier naartoe zijn gekomen. En dat vind ik fantastisch om te zien. Zoals deze hele dag heel bijzonder is om mee te maken. Vanwege de energie en het positivisme bij jullie, bij ons, binnen de PvdA. En we leven best in een rare tijd. Als je de afgelopen tijd toevallig het nieuws niet had gevolgd. Je zet onverhoedse tv aan en je valt in een beeld van een persconferentie van de minister-president, dan schrik je natuurlijk een hoedje. Dan zie je opeens een gepijnigd man in de opstelling nationale ramp, met een gezicht vertrokken van deernis, rampspoed. Je zet het geluid aan en je hoort hem praten over de grootste crisis in zijn 9 jaar als premier. En onwillekeurig ga je dan in je hoofd, dat hebben jullie misschien ook, ga je het afgelopen decennium langs, wat we met elkaar hebben meegemaakt. En dat is ook niet mals. We hebben in Nederland een ramp gehad met de MH17. We hebben aanslagen gezien in Frankrijk, in België. We hebben de vluchtelingencrisis gezien, de burgeroorlog in Syrië, mensen die verdronken op de Middellandse Zee. Maar dat bedoelde die niet. Hij had het over het nu. En als je nou die tv hebt aangezet en je bent leraar, dan denk je, ja, maar eindelijk ziet hij het. Hij heeft het over het lerarentekort. Het kan zo niet langer. Dit gaat over... Maar dat bedoelde hij niet. En als je nou op een wachtlijst stond voor een woning en je komt maar niet aan de beurt, dan denk je, ja, die woningnood, dat dreigt ons te verstikken. Maar dat bedoelde hij ook niet. De verpleegkundige die overweegt het vak te verlaten, die denkt, ja, eindelijk wordt gezien wat ik iedere dag meemaak. Maar dat bedoelde hij ook niet. Wat hij bedoelde was uiteindelijk ook niet de natuur of de bouwers, was de crisis in zijn eigen partij. De politieke crisis. Het vroom vroom, niet meer op de foto met een bordje 130. En natuurlijk kan je daarom lachen. Maar het is ook wel typerend voor deze premier en dit kabinet. Bezig met politiek, bezig met zichzelf en losgezongen van wat er echt in de samenleving gebeurt. Rutte zit zo lang in dat torentje dat de lucht er ijl is geworden en de blik troebel. En dan zie je niet meer wat er gebeurt in de samenleving. Ja, hij ziet opeens Maxime Verhagen in een oranje hesje op een hijskraan. Ik snap dat je dan schrikt. Maar dat is niet wat mensen echt bezighoudt in onze samenleving. Dat is niet ons grootste probleem. Het probleem van dit kabinet is niet dat je soms moet aanpassen. Het is ook niet gebrek aan geld. Het is gebrek aan oog voor wat er leeft in de samenleving. En ik was vorige week mee in Rotterdam. In een vrolijke stoet van leraren. Die daar bijna dansend achter een brassband richting het Excelsior Stadion liepen. En ik liep naast Ellen Bolle. Lerares in Katendrecht. En die vertelde trots over haar school. Dat zij bij haar op school zorgen dat kinderen die anders naar het speciaal onderwijs zouden moeten, dat ze erbij gehouden worden. Dat ze wondertjes ziet gebeuren in de klas. Iedere dag weer. Maar ze vertelde ook dat lerarentekort haar droom rechtstreeks bedreigt. De toekomst van die kinderen rechtstreeks bedreigt. En die stoet was vrolijk. En we werden toegejuicht door vuilnismannen onderweg die solidair waren. Steeds meer mensen sloten zich aan. Maar het probleem daaronder is zo serieus. En diezelfde middag reageerde Arie Slob vanuit de Tweede Kamer. Die zei, ja, die leraren hebben al heel veel gekregen. Wees nou eens een keer een beetje dankbaar. Maar het is niet waar. Want we weten intussen dat het onderwijs bij de begrotingsonderhandelingen was vergeten. Het was vergeten. En dan denk je, zat er nou maar een onderwijspartij in die rechtse coalitie? Dat iemand daarop let. En Slob zei nog iets. Die zei, andere sectoren zouden maar wat blij zijn met het geld dat de onderwijzers krijgen. Dat vond ik een beetje gemeen. Want daar zat natuurlijk toch een beetje in van, nou,
Verdeel en heers. Maar ik zou willen zeggen tegen het kabinet, het probleem van de verpleegkundige is niet de onderwijzer. Hè? Het probleem zijn de winstbeluste farmaceuten, is de werkdruk. Het probleem van de politieman is ook niet een onderwijzer. Onderwijzer is deel van de oplossing. Zijn probleem is dat er weer een drugsunit komt, maar dat er niet meer agenten komen. Het probleem van de mensen die op zoek zijn naar een woning is ook niet het onderwijs. Nee, kabinet, al die mensen zijn niet ondankbaar. Zij vragen een kabinet dat aan hun kant staat. Zij verdienen een kabinet dat aan hun kant staat. Dat is het probleem. En we laten ons niet tegen elkaar uitspelen in dit land. We verdienen een kabinet dat gebruik maakt van de mogelijkheden die er nu zijn. Want vergis je niet, in 40 jaar is er geen kabinet geweest met betere financiële uitgangspunten. Er is een gouden kans om nu andere keuzes te maken. Dit is het moment om te kiezen, niet voor een onsje meer, maar voor het beste onderwijs voor alle kinderen. Voor gratis voorschool, voor begeleiding, voor hulp, voor het aanpakken van de kansenongelijkheid die kinderen in hun toekomst bedreigt in de steden en buiten de steden. Dit is het moment om te kiezen voor heel anders kijken naar de woningen, naar volkshuisvesting in plaats van een woningmarkt. Dit is het moment om te investeren in de kracht van de samenleving. En dan zie je toch dat dit kabinet weliswaar erg trots is op het begrotingsoverschot, maar niet ziet dat er een tekort is in de richting van de mensen waar het om gaat. En dat is het probleem. De Partij van de Arbeid staat klaar om te helpen. Wij staan te popelen. Wij willen niets liever dan bouwen aan dat Nederland van de toekomst. Daarom hebben we ook ja gezegd, zijn we naar voren gestapt om een pensioenakkoord te sluiten. Wij stonden er omdat we willen dat mensen die zwaar werk hebben eerder kunnen stoppen. Omdat we wilden dat die AOW-leeftijd minder snel ging stijgen. Maar ook omdat we wilden dat onnodige kortingen voorkomen worden. En we hebben deze week gezien hoe hard onze Gijs van Dijk ervoor heeft geknokt om op te komen voor die miljoenen mensen die zeggen, ja, ik word onzeker van die dreigende kortingen. Dus we staan er als het nodig is en als het kan. Maar wat de Partij van de Arbeid niet doet en niet gaat doen, is steun geven aan de slechte keuzes. Is het gedogen van rechtse keuzes. Dus als er niet structureel geld komt voor die leraren, dan zijn wij tegen deze onderwijsbegroting. En als er een belastingplan is waar de hoge inkomens het meest profiteren, maar waar de huurders, de ouderen en de lage inkomens op achterstand komen, dan stemt de Partij van de Arbeid tegen dat belastingplan. En dat is belangrijk. En dat is belangrijk omdat de keuze die we nu maken in deze economie, die bepalen uiteindelijk welke kant we opgaan met het land. Welke kant we willen kiezen. En we weten ook dat als we nu niet in beweging komen, als we nu niet actie voeren, als we nu geen strijd leveren, dan profiteren toch, laat ik maar zeggen, de mensen met de grootste bek. Dan wordt het slechte gedrag beloond. Onze economie beloont te zeer de bedrijven die de risico's afschuiven op de werknemer, die de planeet vervuilen, die korte termijn winst plaatsen boven hun rol in de samenleving. En dat willen we niet meer. We willen niet de 51ste staat van Amerika worden. We willen liever West-Europees, Zuid-Scandinavisch, een combinatie van een sterke verzorgingsstaat, groei, maar ook eerlijk delen. Dat past veel meer bij dit land. En die keuzes moeten we nu maken. En dat kan ook. Ik dacht al dat u er zo in zou zitten. Dat is altijd wel. Het is wel prettig als je dat wel even merkt tijdens zo'n speech. En het kan ook, want er is natuurlijk wel iets aan de hand. Er hangt verandering in de lucht. Als je ziet dat rechtse partijen en neutrale tijdschriften als Economist en Forbes bezorgd vaststellen dat er iets aan de hand is met het kapitalisme. Als Klaas Dijkhoff zegt, ik zou wel een wat gezelliger kapitalisme willen. Dan is blijkbaar het zover dat na jaren van discussie ook recht ziet, het kapitalisme in zijn huidige vorm is kapot. Het leeft niet meer. En ik denk dat wij voorop moeten gaan bij het vormgeven van hoe het dan wel zou moeten. Bij een samen creëren van een andere economie. Waarin ieder mens zinvol werk kan doen. Waarin we samen de zekerheden voor de toekomst creëren. En dat betekent ook dat je echt moet hervormen, dat je moet ingrijpen, dat je goed gedrag wil belonen. Dat je bedrijven die juist goed omgaan met hun mensen, met hun omgeving, met de planeet, dat je die het voordeel gunt. En dat je belasting heft op het afschuiven van risico.
betekent dat we samen moeten werken in Europa, hechter moeten samenwerken om te voorkomen dat landen tegen elkaar worden uitgespeeld. Om te zorgen dat er netjes belasting wordt betaald door de techreuzen en de grote bedrijven. Betekent ook dat we moeten kiezen voor een nieuwe balans tussen ons werk en ons privéleven. Zodat er tijd is en ruimte om met je geliefde en met je familie tijd door te brengen. Want het is de stress die ons ziek maakt, die nu bevorderd wordt door de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht. En we kunnen dat anders doen. En het betekent ook dat we moeten durven kiezen voor een samenleving waarbij we altijd, iedere dag, overal opkomen voor het recht van ieder mens om zichzelf te zijn. Opkomen voor grondrechten, tegen racisme, waar het zich ook maar voordoet. Want dat is de samenleving die wij willen. De Partij van de Arbeid kan en zal voorop gaan in die ontwikkeling. En dat is het mooie nieuws van deze dag. En ik zie naast heel veel vertrouwde gezichten in deze zaal ook heel veel nieuwe gezichten. En dat vind ik fantastisch. Jullie zijn begonnen met een ontbijt. Jullie hebben je aangemeld. En voor sommigen van jullie is dit de eerste keer dat je bij de Partij van de Arbeid... Wie van jullie zijn hier nou voor het eerst? Even een paar handen zien. Wees welkom. Wees welkom. Wat geweldig dat jullie er zijn. De Partij van de Arbeid vernieuwt zich. De Partij van de Arbeid verandert zich om onze oude missie waar te kunnen maken. En dat doen we met jullie. Dat doen we met onze trouwe, harde kern van leden die er altijd zijn en altijd staan in weer en wind. En we doen het met heel veel nieuwe gezichten. En dat is belangrijk. En het is belangrijk, want die verandering hangt in de lucht en wij moeten daar ook in voorop gaan. En qua ideeën, het borrelt. Ik heb het vandaag gezien, ik heb het vandaag gehoord. Er gebeurt van alles. Jullie staan te popelen. En qua mensen, steeds meer. Steeds meer. Steeds meer mensen die zeggen, nee, ik wil dat het anders gaat. En wij kunnen vanuit de Partij van de Arbeid, met anderen, daar vorm aan geven. En ik zeg tegen Nederland, de Partij van de Arbeid heeft zijn lessen geleerd en is klaar voor de toekomst. En iemand vroeg aan mij, kunnen we eigenlijk weer winnen? Kunnen we weer winnen? En ik wil jullie die vraag ook zeggen, kunnen wij weer winnen? Jazeker, jazeker, jazeker kunnen we weer winnen. Ik zal niet snel vergeten de avond van de Europese verkiezingen. Ik kwam aan op het plein in Den Haag en de tussenpols kwamen binnen. En in de verte hoorde ik gejuich opstijgen vanuit een uitpuilend café aan het plein. En daar waren onze mensen. Daar waren onze mensen feest aan het vieren. Die waren feest aan het vieren omdat Nederland massaal, ondanks een campagne die gedomineerd werd door de keuze tussen rechts en extra rechts, die massaal hadden gestemd op Frans Timmermans en op de Partij van de Arbeid. Jazeker kunnen we winnen. Jazeker kunnen we winnen en we moeten ook gaan winnen. Want wij willen winnen. En we willen winnen niet voor onszelf. Dat willen we niet. We willen winnen voor al die mensen in onze samenleving die zo ontzettend vaak niets winnen. Voor al die mensen in onze samenleving die het gevoel hebben dat de politiek zich niet bezighoudt met hun leven, hun problemen. Die het zien gebeuren, die premier daar zien met dat gepijnigde gezicht, denken, ja, die is niet bezig met mij. We willen winnen om vorm te geven aan een land dat recht doet aan onze idealen. Aan een land dat investeert in onze toekomst, in onze kinderen, in de toekomst van onze samenleving. We willen winnen om te zorgen dat mensen het vertrouwen in de toekomst terugkrijgen. Dat je je zeker voelt, dat je de vaste grond voelt onder je voeten, omdat je het niet alleen doet, omdat je er niet alleen voor staat. Laten wij als Partij van de Arbeid aan de kant staan van al die mensen die snakken naar verbetering, die snakken naar een eerlijke verdeling, die snakken naar een beetje vooruitgang, die in hun werk zich voor hun naasten inzetten, maar nooit ervaren dat de politiek naast ze staat. Laten wij kiezen voor de mensen die ook willen leven in een land waar niet degene met de grootste bek wint, maar degene met het grootste hart. Dank jullie wel.
Nou. Speech.